Het is volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland niet waar dat de regering Bouterse Amerali een betere golddeal gesloten heeft dan die de regering Venetiaan Sarjou gereed had om met de multinationals aan te gaan. Niets is minder waar, liet de politicus op het politiek podium van de NPS zaterdag weten tijdens een Opojari-bijeenkomst in Grundjari. Rusland riep de regering dan ook op om geen politiek spel met een ieder te spelen. Commençant bedoel onder NPS naar een nieuw front, naar de partnerving. In de periode voor deze regering. Mika Oussaba verhaalba. Oussaba naar NPS naar de front partnerving. Zet op basis. Tapsa a regeren voor Tide en Rigeri. En wij hebben wel mooi, mooi. Maar als wij die basis niet hadden gelegd. En ze gaan het ook bestrijden. If uno be pota basis da de mang do be kadu san sa de mai edu tapa momenti disi. Ma we wele benadrukken partijgenoten kondre mang laat men afblijven van populistische maatregelen, populistische projecten, populisme in totaliteit. Make de matira kondre lek faude ma mustira kondre. Poje yere wa losani. Eh ek bena mi de bota ka tori ba mi sapta o yere tori for the good deal wa lolesi. Maar ik zal het heel kort daarover hebben. We zien dat die vorige regering Venetiaan Sarjou, Saka Junta, in 2010. Nou, we bereiden een overeenkomst voor naar een nieuw mond. Je ziet dat een abwamtje overeenkomst, wat je vergelijkt naar de man, wil tak hier nog, if we participeren, we participeren op een niveau van 20% Surinaamse participatie. A de leidinggevende voor de regering zoals Dono, de man begint kosunu. De man vindt dat na uitverkoop van konere bakken voor New Front. De man vindt dat 20% nosari. We moeten op minstens 50% nosari moeten jagen in de buitenlander. Tidena dewe shitak, de man kon tegunu. Met heel veel bravoure. Van de man regelen we een deel voor 25%. Hebben we daarvoor 3 jaar moeten wachten? Het probleem dat wij hebben is, mika smawan pre-politiek naar Alassani. En de kisa situatie per smawak die 3 jaar alleen voor sorry. Tak wees na 5% no more. Dat 5% dat ik afvertera volk dat ze het beter hebben gedaan dan het nieuw front. Niets is minder waar. Wat u zal moeten nagaan is wat heeft die 5% ons gekost? If het tak 5%. Dat je ziet dat in 2010. Dat we tak hebben een participatie voor Serenang voor ongeveer $100 miljoen. Nu onder 25%. En dat we tak hebben een participatie voor PSA $350 miljoen. Dat heeft dat ons onder andere gekost. Even kijken op mijn ervaring. Dat we zien dat een kondre, een gouvernement, een overheid, we moeten doen concessie. Zijn de bari moeten voeren. Lek a 5% zijn a participatieverruiming voor UNO en betekenen. Maar mijn ouwe roe eden aan de allerlei. Want de DNA leden voor UNO. Door dat het takatori de komende week in assemblee te de sanat en behandel. Natuurlijk ook wel heel net die door. Maar waar het om gaat is dat wij niet op de populistische toer moeten gaan met de toekomst van ons land. De toekomst van ons land betekent dat wij steeds rekening moeten houden met wat goed is voor het land. En daar zult u de Nationale Partij Suriname, de NPS, altijd aan uw zijde vinden.